over 30 jaar in dit vliegtuig. Als dan onderzoekers van de Technische Universiteit in Delft ligt wel. Vandaag werd het model voor het eerst geshowt op Schiphol. Zo ziet het vliegtuig van de toekomst er in het klein uit. Het grootste verschil met gewone vliegtuigen zit hem in de vorm. De vleugels, cabine en motoren zijn samengesmolten. Nu lijkt hij meer op één grote vleugel. En dat maakt vliegen zuiniger en dat is hard nodig. De olie raakt op, dus dat wordt steeds duurder de komende tijd. Steeds meer mensen gaan vliegen, maar er mogen niet meer vliegtuigongelukken in de krant komen. Dus dat moet veiliger. Ondertussen mag het geen lawaai maken. Of we over 30 jaar ook echt in zo'n vliegtuig zullen vliegen, is nog niet zeker. Maar grote vliegtuigfabrikanten hebben wel gezegd dat ze geïnteresseerd zijn.